we lopen nu het domein in van Dordtse Genoegen. En daar staat Tamar ons te helpen. Hey, even kijken, we gaan eten. Hey Tamar, goedemorgen jongen. Goedemorgen. Is het? Goed. Alles goed met jou? Ja, super. Wat hebben we hier voor de petto? Nou, we gaan onze nieuwe lunchplank maken. Dat bestaat uit stoofpotten met een beetje friet, de tomatensoep, een Black Angus kroketje en een rusty met huisgerookte zalm. Die zit toevallig ook in de oven. Oh ja. En die roken we zelf. Dat is lekker. En wat wil ik voor jullie maken? Nou goed, ik ben benieuwd. Ja. Ga ik wel verzinnen om nog een lunch bij te drinken. Ja, lekker. Nou, we komen net bij Tamar vandaan, van Dordtse Genoegen. En Tamar gaat voor ons een lunchplank maken. Nou, wat ik heel erg grappig vind bij een lunchplank, en wat ook een klein beetje onderschat is, om mousserende wijn de hele maaltijd door te drinken. Normaal drink ik mousserende wijn altijd als lekker als bubbeltje op vooraf of tijdens een feestje. Maar het is ook heerlijk om hem door te drinken. Nou, hebben iedereen, als je aan mousserende wijn denkt, denk je natuurlijk eigenlijk aan champagne. Nou, champagne is natuurlijk een beetje overrated. Maar je hebt hele mooie cava's uit Spanje en prosecco's uit Italië. Die heerlijk doordrinkt tijdens de hele maaltijd. Nou, voor deze lunchplank hebben we gekozen voor een cava uit Valencia. Gemaakt van 90% Macabeo, 10% Chardonnay. Ook methode champenoise. En die gaan we proberen of die smaakt bij de lunchplank. Ik heb er denk ik voor gekozen om een beetje in de sfeer te blijven voor een cava Quirena Brut uit Valencia. Ja, het blijft gewoon een lekker bubbeltje. Mooie kroon, licht mousserend. Nou, lekker de lunchplank erbij. Lekker, lekker. Kijk eens, een glaasje aan natuurlijk. Yes, dankjewel. Leuk jongens, ga lekker zitten. Ja. Ga ervan genieten. Nou, zeker weten. Proost. Proost. Dankjewel. Leuk.